Hallo, mijn schoen van DNPNL met een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met mijn allereerste FIFA 19 video. Ik ben hier op het Capture Event, dankjewel EA. Ik ben namelijk een echte game changer, ja. In ieder geval, ik heb 10 miljoen FIFA points. Het heeft flink wat gekost, maar daar heb je ook wat. Dus zeker een duimpje op deze video. Ben je niet geabonneerd, doe het zeker. Kan hier beneden. En laten we maar allereerste pack gaan. Dit is mijn eerste FIFA 19 pack. Dus nou, laten we maar gewoon hopen dat het goed gaat worden. En zo niet, ja, dat is gewoon. Dat is waarschijnlijk gewoon een klotenspel. Maar in ieder geval, laten we maar gaan kijken. Heb je een beetje zin in FIFA 19? Ja wel, het is hier sowieso nu echt fucking ziek opgezet. Maar ja, ik heb er nu wel echt zin in. De dingen zijn wel echt veranderd. We beginnen meteen met... Oh, Aspen de Queta. Oké, okay. Dat is niet slecht. Nou, dat is eigenlijk wel slecht. Ja. Tweede packie. Let's go, gaan we dan. Helemaal klaar voor packie. Want worden... Oh, hij lagt een beetje. Betekent dat ik nu een icon krijg? Nee, dat betekent het niet. Oh, krijg ik... Nee, we krijgen hem vrij. Ja, ik hoop het zwaar op Arjen Robben. Hij heeft wel maar 79 pace. Dat is echt fucking traag geworden. Daar word je helemaal niet goed van, maar ik heb geen idee, hoe werkt dit? Confirm. Oh, dan dit naar Quickcell. First pack. En nu... Oh, Mickey! Oké, okay, dus het pack niveau is wel iets anders, zeg maar, ja. Hoe je packs open. Maar ja, laten we maar gewoon hopen dat we nu een goede krijgen. Dus van een icon. Oh, kom op, keeper. Wat is het? Eerson? Alles, nee, ESL. Ja, ESL. Lekker. 86 tering hoog. Met zijn zieke tattoos in zijn nek, zieke gekke gast. We hebben echt al best veel spelers. We hebben gewoon gekregen. Dus ja, oh, Den Benen nog maar 82. Echt raar, jongen. Ik begrijp nog geen reet van hoe die packs in elkaar zitten. En een icon. Oh nee, toch niet. Oh, kom op. Ja, Arjen Robben, let's go. Meteen 79 pace. Die wet kan er helemaal niks meer van. Ik ben toch wel blij dat ik hem gepakt heb. Arjeetje Robben. Mensen, even een rip in de... Ik kijk ook daar toch hier in de camera. Even een rip in de chat voor Arjen. En dan kruisje. Nee, R2 kruisje. Ja, oké. Okay. Het werkt denk ik op zich als je aan gewend bent. Dan kan je best snel alles quicksellen. Super chill. Kan je nog meer packs openen. Fantastisch. En wil je nou packs openen? Dan heb ik een goede website voor je waar je de groepkaart moet kopen. Dan kom ik op groep.nl. Link in de beschrijving. Pits Braziliaans. Ja, Jonas. God. Die band zit al 40 jaar in fut of zo. En hij is ook elk jaar 84. Niet normaal, toch? What the fuck? We hebben dus 10 miljoen coins en 10 miljoen points. Dat is een beetje waar ik mee ga beginnen straks op FIFA 9. Mensen, abonneer op Mark. Hij moet 100k sub hebben. Hier ben ik het mee eens. En een sub dan op Matthijs. Even kijken, Sterling, die is pak nou 85. Oké, okay, ik dacht die hoger was. Kijk, hey, Marco Royce ook trouwens. Royce, gewoon weer goede ster. We gaan door. Dit is de wereld, draait door. Oh, Gavi Martinez. Hier krijg ik hit van. Ga zo krap. Nee. Man, dat is 84. Hansi! 18 shooting. 18. Oh! Trouwens, mensen, Messi en Ronaldo even hoog. Oh, ik heb die Vicinho's Junior. 77, hoeveel star skills? 5 star. Wat een zieke kaart, die vent. Dat dat gewoon een perfect link is tussen Marcelo en die Vinicius Junior. Allebei 5 star skills, allebei Braziliaans, allemaal. En dan gewoon Kogo Casimiro. Niemand minder dan Müller! Hey! 86, veel te laag. Müller, fantastische speler. Oké, okay, kom op. Geef wat goed. Özil. Yes. Navas, hoe hoog is die? 88 of zo? 87. Oh, Frans, centerback. Oeh, Umtiti. 87. Waarom zo bij de pace gaan? Doe even meer pace. Samen met Raoul's beste centerback van jullie. Ik doe een skipback. Zou je zien? Pele. Nee. Nee. Hij is 87 die Pele waren, hoor. Oh, ik dacht Pele. Mensen. Ik keek dus net op mijn horloge en ik weet niet wat het was. Maar het is tijd voor een icon. Ja, echt waar. Ja, ja, komt ie. Komt ie. Spot je water erbij. Ja. Nee, kon niet. Wat een klootzooi. Dat was toch nog geen tijd voor een icon, mensen. Nou eens. Wel weer Vitinho Junior, die dus blijkbaar net de Discord had. We hebben ook dus 10 miljoen viewer points gekregen. Ik heb nu 50.000 uitgegeven. Krijg ik? Oh, Khedira. Nee, daar kan geen tyfus van. 85. Khedira. In ieder geval, 10 miljoen krijg je gewoon legit nooit op. Dat gaat gewoon niet lukken. Walker heeft 90 pace, maar wel 84 rating. Wel lekker. Dat is wel lekker. Probeer iets te vinden waardoor je kan zien dat je een Walker krijgt of zo, maar ik zie het niet, hoor. Het is alleen een logo. Oh, ik krijg een Buffon. Hoe is die nog? 88. Nee, Perisic. Het is natuurlijk van Juve naar PSG. Goeie robot, goeie robot. Ja, dit is slecht. Holy shit. Haradeki. Mensen, is de vraag, gaat die icon nog packen? Ik hoop het wel. Maar ik wil zo graag die spits en dan Juventus en dan Ronaldo. Ja, hij is spits, ja. Okay, mensen, zullen we dan anders een klein nosepackje doen? Komt-ie. Klein nosepackje. Komt-ie. Dit gaat hem worden. Als dit geen icon wordt. Ja. Nee. Pauper, pauper zo. Geen wat goed. Wat is dit überhaupt? Wie is dit? Alaba. Oh, Alaba. 85. Ben ik trouwens de enige die eigenlijk over Alaba helemaal niks meer hoort? Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd, je hoort gewoon niks meer over die gast. Terwijl je een tijdje heel veel over hem hoorde en nu, ik weet niet.
Hij speelt een tijdje heel veel op centerback. Oh, ja, het lijkt alsof hij gewoon, voor mij is hij ook veel geblesseerd geweest hoor. Weet niet zeker, maar ja, ik zeg het gewoon. Krijg hier Casemiro, die is ook fucking goed. Fidel, 57. Oh, wat is dit? Wat is dit voor walkout? What the fuck is hij aan het doen? Hij doet gewoon de worm. Casemiro, lekker man. Wow. Oh, dat is anders. Mensen, ik heb door hoe de walkout is. We hebben Kroos en voor mij heb ik door hoe de walkout is. Als dat IE logo goud, wat is dit voor geweldige walkout dit? Wat is dit? Hij is een memespeler. Kut memespeler. Laat me zitten. Ik weet toch niet wanneer het de walkout is. Ik moet zeggen dat Discord is echt wel even wennen. Maar op zich, als je eenmaal het gewoon een tijdje gedaan hebt, dan is het wel gewoon oké. Okay. Het wordt goud en daarna niet meer goud. Ja, is het geen walkout? Nee. Krijgen we het gaan, mensen? Nee, fuck out. Mensen, gaat dit het packie worden? Wat alle andere packages overbodig maken. Ik denk het persoonlijk wel. Heb je al 10 keer gevraagd? Daar komt hij. Ja, het is duidelijk een walkout. Ja. 100% een walkout. Ja. Neuer. Nee. Veer man. Oh, ik krijg een Portugees. Ik al juichen voor Ronaldo. Is het Bernardo Pauper Silva? Daar word ik echt helemaal niemand vrolijk van. We gaan een klein skippackje doen. Een klein skippackje. En daar komt hij. Iniesta. Die speelt natuurlijk nu in Japan. Kort als echt zieke goals. Hij is er al nieuw. Je kan nu op iemands kaartje zien dat hij 4-6 kills en 4-6 weak foot heeft. Dat is een beetje chill. Nee, Japan. Echt? Ja, want ik was in Japan en daar waren ze helemaal van, oh Iniesta! Iniesta! Zouden ze eindelijk nieuwe cameras installs in de game gebracht? Nog steeds niet. Oh! Oh! Wie weet. Jammer. Ik hoop heel erg op een kleine Messi. Maar ja, het is Otamendi. Ook niet slecht. Ja, dat is weer maar het kan ook zeker beter. Hey, Uchiel! Oké, Bas, dat leuke zijn met een no-reaction pack. Maar er is maar één iemand natuurlijk die een goede no-reaction pack kan. En that's me. Let's go! Ik ga die controle loskoppelen aan de kabel. Controletje neergelegd en daar gaan we dan. Ik heb minimum. Oké, kom op, geef wat goed. Ik ga niet reageren verder. Oh jongen. Ik zag die Argentijnse vlag, ik dacht het zal toch niet. En het was inderdaad ook niet zo. Tuurlijk niet. Kutspel. Insigne! Achter een pauze. Ja, let's go. Oh, Auba. Aubameyang. Hoe is die? 87. Visa skills? Lekker! Nou, je moet nog filet naar Berghuis en Velma. Krijg je Courtois? Lekker zeg, 90 in het idioot hoofd. Toch gewoon bij Real, fucking ziek eigenlijk. Dat is even. Zo, een lekkere keeperpackie dit. Jongen. Oh, we denken dat we erachter zijn. Ja, hij haperde op de walkout, let op. Ja. Je hier toch heel veel. Ja, toch weer. Nou, toch weer. Ik had de ringen. Ja, is het sowieso. Dit is hem. Alexis Sanchez. Let's go. Als hij hapert, hè? Als hij hapert in de ring. Dus het duurt even voor het licht daar gaat. Mensen zijn erachter. Als je hapert in de ring, heb je zo'n walkout. Ja. Jongens, zit maar bij. Ja, walkout. Walkout 100%. Ja, Weerkroos. Weerkroos. Lekker hoor. Met de 20 graden door elkaar. Oh, wat is Sergio Ramos? Nee. Piqué. Piqué lol. Oké, Kane. Maar we sluiten dat we ineens de muziekhouder aan doen. Oh ja, dit is haperde zeker. Dit is een walkout. Ja. Frans. Nee. Ja, toch wel. Om MAP, lekker. 87. 5 star skills, 5 star weak food. Heeft hij 5 star weak food? Nee, 4 star weak food, zoals ik al dacht. Mensen, ik wil gewoon even een Messi Ronaldo op een heerlijk icoontje. Ja, nu, ja, dit is zeker een walkout. Maar weer geen icon. Ik wil gewoon heel graag een icon pakken. Maar ja, dit is weer uitzien. Nee, het is. Oh, Isco. Isco is 89 dit jaar. Wel terecht, ik vind hem echt fucking goed. En een lekker walkout. Een heerlijk walkout. Ben Belen. Downgrade, 4 star skills, heb je helemaal niks meer aan die vent. Ik weet nog vorig jaar dat ik Dembele echt gewoon veel gebruikte. Aan het begin van het jaar, maar toen was hij echt fucking goed. Maar nu, drama. Ook weer walkout, kom op. Geef hem even goed, even Ronaldo. Spits, oh wel spits. Oh, kijk, Griezmann, dat is wel nice. Komt hij weer met deze naar buiten, nog steeds is de vraag. Of heeft hij inmiddels veranderd? Nee, nog steeds dezelfde uiteraard. Lekker zeg Gerard. De eerste keer. Ja, Eigen! Ja, kom op! Italiaan, godverdomme! Wie is het? Dit is je eerste, ben nou eens blij man! Yes! Netta, 88! Bravo! Lekker! Wat ben ik goed zeg! Tii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 i
een pack. Hij is goed, man. 70 pace. Fantastisch. Lekker. Heerlijk. Kevin, oh wacht. Kevin de Bruyne! Ja, dat was voor je, maar er werd geüpdate, toch? Ja. Nee, oh, Wiel. Altijd zo geweest. Wiel. Ronaldinho, papa. Ja. Ja, Eiken. Ja. Nummer 2, lekker. Hier zit... Oh, fucking mof. Lekker, dit is een mof. Lekker. 85. 85. Oh, mijn god. Dat is hier wel de allerslechtste. Ja. Lekker. Koen is op die inhouding. Ik ben een klein beetje mofception toen ik een pack had. Ja. Ik zeg ook, oh die koude mof. Oh nee man. Yes! Lekker mannen.
Twee icons, lekker. Was in een walkout. Oh. Oh. Let's go Messi. Lekker zeg. Messi. Messi. Yes, hij kon naar binnen glijden. Ongekend. Je zou denken van nou. Messi. Nou, Messi. Je zou denken, nou, hij gaat nu echt niks meer packen. Maar ja, tuurlijk. Wat een packluck heb ik ook. Ik heb maar 1,5 miljoen FIFA points uitgegeven. En dan is het uiteindelijk zover. Messi. Messi, ik sluit ook gewoon de video af. Ik ben helemaal klaar met die pleuris packs. En ik open het wel weer als ik thuis ben. Dankjewel voor het kijken. Ga naar Ik Wat Te Goed als je ook packs wil openen. En ook Messi wil krijgen. Dat krijg je sowieso. Echt 100% zeker. Het is snel vals marketing. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei.